Yvonne Koldewijer heeft Gerard Joling op het matje geroepen vanwege verontrustende berichten over zijn gedrag. De Juiskoningin ontving meldingen over grensoverschrijdend gedrag van de zanger en stelde openlijk de vraag: ben je geasterisk L of zo? Gerard Joling staat erom bekend dat hij in het verleden soms wel erg ver ging in zijn benadering van mannen, iets wat we van televisie kennen. Maar in het tijdperk van 2023 rijst de vraag of dit gedrag nog acceptabel is en of het ooit wel geaccepteerd is geweest. Yvonne Koldewijer benadrukt dat dit gedrag niet te ver mag gaan. Op haar YouTube-kanaal deelde Yvonne gisteren enkele ervaringen met bekende Nederlanders, waarbij ze ook meldingen over Gerard ontving. Zo werd een incident in Kroatië uit 2013 besproken, waarbij Gerard tijdens een feestje met onder andere Jan Smit een jonge man van 19 overhaalde om met hem te zoenen, ondanks diens dronkenschap en desinteresse. Uiteindelijk kuste Gerard de jongen toch. Yvonne reageerde luchtig met: Geer, zo kennen we je weer. Gezicht met vreugdetranen. Een andere getuige deelde een ervaring in een garage waar Gerard regelmatig komt. Volgens deze getuige zouden de monteurs nu wegduiken wanneer Gerard zijn auto komt brengen, omdat hij ooit de monteur midden in de werkplaats zou hebben gezoend als dank voor reparatiewerk aan zijn auto. Dit gedrag wordt door Yvonne als onacceptabel beschouwd en ze vraagt zich af wat de motieven erachter zijn. Dit is niet de eerste keer dat Yvonne Gerard Joling aanspreekt. In de zomer had ze hem al terechtgewezen toen hij de leidinggevende van 100% NL Hufters noemde en beweerde dat ze zijn muziek al 10 jaar niet meer draaide. Yvonne betwiste dit als een leugen en merkte op dat ze zelf regelmatig naar 100% NL luistert. Ze vroeg zich af waarom Gerard zou liegen over zulke zaken en welke andere zaken hij mogelijk verdraait.